Huigelaar. Marco de Waard. En via het been van Paul Georgiades gaat de bal buiten. En is er een time-out. Balbezit dus voor Den Helder. De Waard naar Te Velde, terug naar De Waard. Rob Jones. Tot nu toe wat tegenvallend in de competitie en zeker internationaal gezien in de Europa Cup 1 wedstrijden. Hier scoort hij goed en mag een extra vrijworp nemen omdat er een fout op hem werd begaan. ...17-24 op dit moment de stand. Den Helder loopt uit. En ook de bonusvrijworpen raak 17-25. En dan maken we een klein sprongetje naar 31-37. Nog steeds zo'n puntje of 6 voorsprong voor Den Helder. En dit is Dolf Duivelshof, de backupman van Kees van Rootselaar. Te Velde. En ook hij kan van 3 punts afstand schieten. Hij scoort 31-40. Het probleem in de eerste helft voor Urk was duidelijk het rebounden. Hanna, hier scoort hij, maar ze kwamen tekort onder de borden. ...33-40 is de stand. Rob Jones mist. En wie heeft de rebound? Jones vallend met Dwayne Jones. Jones wint en dan Kramer die de bal zomaar weggooit. Wingert kan ertussen komen. Kramer heeft nog voor Den Helder gespeeld. Nu speelt het op Urk. Duivelshof gaat de aanval weer opzetten. Dit is het systeem. Marco de Waard. Wingert de Waard. En weer een driepunter. 33-43. Roel Tuinstra wisselt. En Jones zet op. Paul Santen. Huibens, goede basketballer, maar mist. En Duivelshof weer. Snel, Tico Cooper. Tipt in tweede instantie de bal binnen. 33-45, 12 punten voorsprong. Den Helder loopt weg. Jones. Hanna, Jones. Kramer. Kramer. Zeer matig afgelopen zaterdag. De minuten dat hij speelde. Mist ook hier weer. En dan is Den Helder weer weg met Marco de Waard. Tico Cooper. Mist. Weer die rebound voor Den Helder. 33-47. En we lopen al aardig naar het eind van de eerste helft toe. Dwayne Jones. Benno Halewijn, lekkere speler, naar buiten, Huibens, met één hand, goede score weer, Marcel Huibens, 35-47. Het publiek keek wat sip, want de ruststand was 35-49 en dan zijn ze zelfs op Urk rustig 14 punten achterstand. Nu nog 13-47-60, maar dan is daar René Ridderhof met een driepunter, 50-60. De Orca's komen dichterbij. Dan toch vermoeidheid verschijnselen bij Den Helder. Zit het in de benen. Cooper naar buiten. Van heel ver Marco de Waard. En Huibens kan uitverdedigen. René Ridderhof. Alweer een aantal jaren op Urk. Speelde daarvoor in Haaksbergen. Een nuttige speler. Begon licht geblesseerd aan de wedstrijd. Huibens. Topscorer aan de kant van Urk met zo'n 15 punten. Van Dinten en Franke in het veld en Raymond Lagrand. De sterkste bank en duurste bank van Nederland zit bij Den Helder. 52-61 op dit moment de stand. Dwayne Jones, een van de twee Amerikanen. Ze zouden op de wip zitten. Maar Jones laat zien dat hij kan basketballen. 54-61. Urk kruipt naderbij. Balbezit voor Van Dinten. Wat valt die tegen dit seizoen? En Tom Boot vlucht in een time-out. 7 puntjes nog maar het verschil.
Jones, de spelmaker, gaat het weer opzetten. Hij speelde de hele wedstrijd mee. Geen minuutje rust. Ridderhof, 56-61. Vijf punten verschil. En kan Kees van Rootselaar zijn ploeg op die goede oude bekende manier van hem aan het werk zetten. Misser van Rob Jones. En dan is Jones weer snel weg. Huibens dunkt die bal door. 58-61. En Urk staat half op zijn kop. Dan zitten we bij 63-68. Vijf punten verschil. Balbezit voor Den Helder. Duivelshof. De Waard. Cooper. Wingert. De Waard. Moeilijke positie. En mogelijkheden. Jones. Dwayne Jones. Vandaag arriveert een andere Amerikaan op Urk. Jones wordt kwartief afgestopt en mag vrije worpen gaan nemen bij 63-68. 1 om 1. Als de eerste raak is, mag hij een tweede nemen, anders gaat het spel gewoon door. En de ander zo trefzekere Jones mist. En dan is de rebound weer voor Den Helder. Duivelshof. De Velde. De Waard. Wingert. De Waard van ver mist. En weer mogelijkheden voor Urk. Jones. Halenwijn. En weer wordt Jones foutief afgestopt. En mag vrije worpen gaan nemen voor het, volgens hetzelfde principe 1 om 1. Eerste moet raak zijn, dan mag je een tweede nemen. 63-68. En dan zou je zeggen, dan moet het nu wel lukken. Maar nee, de bal gaat er weer uit. En weer is de rebound voor die grote, sterke Wingert. En je zou er moedeloos van worden. Veel te veel kansen lieten de Colf en Molijn Orkers hier liggen. En Commodore Den Helder doet wat het dan aan haar stand verplicht is. Via de velden wordt het 63-70. Maar we zitten al in de slotfase. René Ridderhof, Halenwijn van heel ver. En toch nog hoop, 66-70. Maar het is allemaal te laat. Ze hebben veel te veel kansen laten liggen. Tussen de vijfde en de derde minuut voor het eind van de wedstrijd. En Den Helder kan de wedstrijd gewoon heel rustig en professioneel uitspelen. Lekker rond. En dan is het laatste eindsignaal, 66-70. Een toch wel verdiende overwinning voor Commodore Den Helder, maar voor Colf en Molijn Orkers.